kotsen! Oh, los beetje bij Roosje Gamers, een nieuwe aflevering van Pokémon Sapphire. En we waren hier gebleven bij het... Waar waren we eigenlijk? We moesten dit pad volgen. Iemand zei, Rick, als je deze kant op gaat voor de gym, dan ga je de verkeerde kant op. Dus dat doen we. Alsjeblieft, laat mij... Sta mij toe om te laten zien hoe ik mijn Pokémon goed heb opgevoed. Nou, kom maar op, oma. Daar ga je. Oh, je hebt een leuk kleed om. Point in de keuken staan met z'n... Oh, god, ze heeft veel vogels. Ze heeft Pokémon vogels. Nou, die aardappel die heeft zoiets van... Ik ben aardappel. Die aanval heeft aardappel niet meer. Nou, dan gebruiken we een Wattekun. Die heeft aardappelbel. Wist je dat? Dat kun je gewoon zien aan de PP. Maar oké, die is dood. Rick van Pokémon veranderen. Eigenlijk stiekem. Heel stiekem wel. Ik wil eigenlijk Rick er wel even ingooien. Ik denk dat Rick... Is wel zo iemand die zo'n Roseliaatje kan hebben, weet je wel. Rick is wel zo iemand die gewoon even Steel Wing. Dat eigenlijk helemaal niet had moeten doen. Ik had eigenlijk een of andere windaanval moeten doen. Maar het is een goede aanval. Zie je dat? Gewoon even critical hit erop. Is Roselia gewoon keihard dood. Dat had niemand verwacht. Zelfs ik niet. Serieus. Een Shroomish. Ja, dat mag. Dat is gewoon goed. En nog een Steel Wing. Want het is een Shroomish. En ik ben geparalyzed. En we gaan aardig kut dood. Aardig kut dood. Aardig dood kut. Ah, gewonnen. Dan even aardappel er weer in. Oh, Meryl, wat leuk. Wat grappig. Het is grappig, because it's a Meryl. Ik heb geen zin in het gevecht, en deze persoon heeft even Pokémon, dus dan gaan we even snel erin. Sneltreinvaart. Wattekun. Ook gewoon Wattekun op een water Pokémon doen. It's so funny. Oké, dan. Even kijken, we hebben hier leuke bloemetjes. Bloemetjes. Dan moet ik even de fiets pakken. Tring, tring. Bosje weg. De doorboom ziet eruit, je hem weg kan hakken. Wil je hem weghakken? Jazeker. Oké, dan. Eens even kijken wat hier voor leuks achter ligt. Oh god, een Pokémon gevecht. Oh my god, deze Pokémon heb ik nog niet. Een Volbeat. Go Aerodapple. Oké, ik kan een tackle proberen. Waarschijnlijk gaat Volbeat dood, maar we kunnen proberen. Nice. Auw. Lekker gedaan, Rick. Die Volbeat gaan we pakken. Vooruit dan maar. Weet je, als je het zo wil spelen, Volbeat, dan... Als jij het spelletje zo wil spelen, dan spelen wij het spelletje zo, weet je. Jij en ik, samen. Je gaat eraan. Laten we daarop houden. Zodra we Volbeat hebben, ga ik heel even stoppen in met recorden. Moet ik even naar een oude video's, even een naam opzoeken. Want ja, dat doe ik eigenlijk nooit goed van tevoren. Want ik bereid me nooit goed voor op deze afleveringen. Ja, zeker dat ik Volbeat een nickname wil geven. Tot zo! Oké, ik heb al dit soort dingen al een tijdje niet meer gedaan. We gaan choose random choose language. Doen we dus Dutch, Nederlands. En dan, ik weiger om in de oude spookkasteel te gaan slapen. Ik ben bang van geesten. Nee, ik wil even kijken. Ik wil een woord. Oké, wacht eventjes. Ik ben even zo terug. Ik ga even een woordengenerator pakken, want dit zijn zinnen. Dat weet ik helemaal niet. Oké, deze site had iemand een fan van laatst gestuurd. Die vond ik wel heel vet. Het is de scheldmachine.nl generator. Oké, we gaan op scheld maar uit. En dan geeft hij een random scheldwoord. Zo gaan we onze Pokémon noemen. Interactieve schoppenjak. Ja, dat is al lang. Oké, dat is wat she said. Oorsmeerworst. Nou, oh. Ik druk erop stop met recorden, dat weet ik niet. Oké, nou, we kunnen hem oorsmeerworst noemen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet passen, dus noem hem smeerworst. Wat? Dat slaat nergens op. Weg, muiscursor, niemand wil jou. Smeerworst. Ik kon trouwens geen goede suggesties vinden bij de vorige video, jammer genoeg. Want ik gebruik graag jullie suggesties. Hé, dat past precies, smeerworst. Mooi. Dat is mooi. Oké, nou we hebben dus nu een smeerbord. Oh, kut, ik moet nog steeds daarin. Revive, kijk, dat is nog eens handig. Dat is een item dat wij zeker kunnen gaan gebruiken. Oh god, dit ziet er tuinig uit. Oh god. Oh yeah. Van Great Ball, dat is zeker een goede bal. Oké, dat was mooi. Mooi om te horen, dat het zo kan. Later noob. Echt, wat een noobs overal. Verden Turftown. Oké dan. Iemand zei trouwens dat Rocksmash te verkrijgen is in Marble City. Daar ben ik al geweest. Dus we kunnen terug naar Marble City. But boy, here's something I have to tell you. The natural farm is doing what is hell. Blah. Oh, here's Wally. Oké. Hey Wally, hoe gaat hij met jou dan, boy? Boy, kom eens hier. Wally, boy. Wally. Kom eens hier. I lost you, Hentai, but I'm not feeling down anymore. I have a new purpose in life. Together with my Ross, I'm going to challenge Pokemon gyms and become a great trainer. Please watch me, Hentai. I'm going to be stronger than you. When I do, I'm going to challenge you to another battle. Oké, dan. Nou, als jij dat denkt met je Ralts, dan moet je dat gewoon lekker doen met je Ralts. Even kijken op deze manier praten. De manier waarop de winden blazen. Vulkanische as is nooit in deze richting geblazen. De lucht is schoon en is fantastisch hier. Het leven hier doet wonderen voor zieke mensen en zwakke mensen. Oké, dat is leuk voor de zieke en zwakke mensen. Hallo mevrouw met Pikachu. Oké, laat me je Pokémon zien dat ik zie hoe erg je van je houdt.
Oh ja, ze houden echt veel van mijn shit. Oké, okay, natuurlijk. Oh, dat wist ik ook wel. Maar sowieso dat we een van de aankomende afleveringen terug moeten naar Marvel City dus. Omdat ze daar, wat is hier te doen? Zeker een Pokémon Beauty Contest. Of niet dan? No more breakers. Get here. Oh, yep. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil sowieso even naar Pokémon Center. Misschien dat ze hier nog nieuwe balls hebben. Lekkere balletjes. Meneer, ik wil graag ballen kopen. Oké, dan. Nestball, is dat goed? Better on weaker Pokémon. Ja, dan hebben we gewoon een 10 mee. 5 dan. Ik ben heel erg scherp, boy. Ik heb vast nog wel iets nodig, wat Great Balls. Kan geen kwaad. Super 5. Ja, fantastisch. Geen idee of we hier nog iets van nodig hebben. En dan gaan we een paar Super Potions mee. Super 3. Ik kan er maar 2 meenemen. Zo, ik ben arm. Ik ben zo arm. Nou joh, niet normaal. Niet normaal. Nou, oké. We moeten dus terug naar Marvel City, één van de afleveringen, want we moeten eindelijk Rock Smash halen. Maar eerst gaan we deze grot in kijken of dat sowieso kan zonder Rock Smash. Ik betwijfel het, die man moet niet vechten. Oh kijk, hier heb je dus Rock Smash nodig. That awkward moment when you need Rock Smash. Oké, dan gaan we dus de fiets pakken. Gaan we zo snel als we kunnen terug naar Marvel City. Ik heb al een Whismur, dus ik heb jou niet nodig, mijn vriend. Got away safe. Oh, dit is de andere kant van die ene grot, zeker. En denk ik van, waarom Max ever? It ya. Ja, precies. Dit is die ene grot met Rock Smash. Even kijken met die man daar, die daar staat. Want hij wil niet meer vechten. Dus misschien heeft hij nog wat leuks te vertellen over zijn jeugd. Of in mijn jeugd wil ik verkrachten oude mannen. Dat is toch wel handig om te weten, weet je. Dan heb ik zoiets van, dat wil ik weten. Dat wil ik. Oh, hij wil toch wel vechten. Toch wel vechten. Gelukkig heb ik water-Pokémon. Gelukkig heb jij steen-Pokémon. Gelukkig heb ik mijn MSN weer niet uitgelogd. Fantastisch. Kom maar op, Geodude. Stop met praten! Nee, stop! Stop! Nee, nee! Praat niet in jezelf, ik antwoord niet. Nog niet, nog wel. Half. Ah, dan volg ik een XP. Leuk, leuk. Nee, niet! Oh god! Nee! Nee! Wat ben ik aan het leren? Takedown. Nee, ik wil takedown leren! No! Stop learning takedown, no! Ik kan niet meer naar veer moves leren, dat is kut. Tja, wat gaan we nou zo'n probleem doen? Natuurlijk wil ik een ding wegdoen voor takedown. Takedown doet heel veel damage, lijkt mij. Tackle is nog wel handig om erin te houden. Mud slap gebruiken wij nooit, dus halen we die lekker weg. 1, 2, 3 en poef. En poef en poef die poef. En nee, ik wil niet wisselen van Pokémon, hoor. Geen probleem mee. Ik doe even een mud shotje erop doen, weet je. Dat we kunnen weer. Oh ja, wat? Ben ik niet naar Pokémon Center geweest? Niet naar Bobo. Die Bobo er weer. Wat een mafkees. Oh, ik ging eerst naar de shop. Naar de Pokeshop en toen ben ik nooit naar de center geweest. Dom. My Pokémon ran out of power. Nou, dat heb je wel vaak als je doodgaat in het spel. Dat ziet eruit iets waar je heen kan. Dat gaan we zo even verkennen. Is dat onze Pokémon hier of gaan we eens naar Marvel City? Ik stem voor dat we eens naar Marvel City gaan. Gelukkig ben ik degene die het spel speelt. Dus jullie hebben extreem weinig te stemmen. Sorry daarvoor. Hey Bobo, dankjewel dat je mijn Pokémon hield en zozo. Snap je precies, zei Bobo en ik en zozo. Ja, het is zo funny. Oké, nou, nu moeten we dus gaan terugfietsen langs heel veel mensen. Wat dus een beetje een probleem is, aangezien ik de helft van de mensen niet ge-Pokémon battled heb. Maar we gaan ons best doen. Om zo min mogelijk Pokémon gevechten aan te gaan. Lalala. Is dit Marvel City? Oh, het is hier al joh. Oh, wat had dat meteen gezegd? Iemand zei, dat ergens onder was, geloof ik. Oh, dat is niet een heel groot stadje, geloof ik. Of wel dan? Waar krijgen wij een Rock Smash? Rock Smash. En jij misschien? Oh god, jij hebt geen Rock Smash voor mij. Dat is jammer. Dit huisje dan misschien. Dat was een klein huisje tenminste. Ik weet het, stone uit het hier, TDTM. Hoppa, kijk, zo makkelijk kan het gewoon gaan. Het kan zo gaan. Rock Smash. Oké, dan. Bedankt voor de persoon tenminste die het in de comments zei van Rick. Je bent Rock Smash vergeten, dat is heel handig anders als ik weer 5 afleveringen bezig met Rock Smash proberen te krijgen ergens. Internet is toch wel onze TM-hoer, dus die kan nog wel even een TM'tje erbij. Ik vind het wel cool dat we die smeerworst hebben genoemd. Dat is gewoon een goede naam, weet je. Waarom heb ik dit ding nooit gepakt? Niemand weet het. Waarschijnlijk ergeren mensen zich hier al 5 afleveringen aan van Rick, waarom pak je het niet? Het moet! Nou, dat niks moet, alles mag, maar dit hadden we wel gekund. Dat gewoon gekund moet. Ik denk dat we deze kant op moeten. Oh, Rick toch weer. Laten we deze kant even opgaan. Nu hebben we Rock Smash. En zo, voor mij zaten we vast hier bij Rock Smash. Ja, oké, we gaan eens even deze route op, want die andere kant is nogal kansloos. Kantloos. Snap je hem? Ik ook. Jij bent een trainer. Oh my god. Wat voor televisie!
Hey, look there, a tough looking trainer of all places. Cameras rolling! Oké, kom maar op met je camera, want Aardappel en Rick gaan je helemaal inmaken, bitch. Zit met je microfoon. Interviewer Gaby and Ty would like to battle. A Magnemite and a Wizmer. Een Aardappel en een Rick. Dat is waar. Oké, het zijn allemaal meisjes. Oh mijn god. Dit is wel makkelijk gevecht, ik vind het gewoon zielig voor ze worden, weet je wel. Ik vind het gewoon heel zielig. Echt extreem zielig. Gewoon niet een beetje zielig, zo van brrr, klein beetje zielig. Nee, gewoon brrr, wat is dat zielig? Het is gewoon zielig overload. Oh, Magnemite. Oh, Magnemite. Ik neem sowieso aan dat Magnemite van de cameraman is, omdat hij een cameraman is. En dan geil je gewoon op dingen met elektriciteit, weet je. Dat heb ik ook. Ik ben ook een cameraman. Ik neem mijn eigen filmpjes op. Zonder camera, maar wel met capture software. En dat is geil en zo. Ik weet niet eens meer waar ik het over had. Maar iets met cameramannen en elektriciteit. Yep, dat is waar. Zo ging het echt. Het is een waar gebeurd verhaal. Oké, dan. Rick krijgt nog wat XP en zo, want Rick is gewoon best awesome. En wat mag ik leren? Mist? Nee, dat doen we niet aan. Sorry, doen we niet aan. Rick leerde Mist niet. Nou, interview Gaby en Ty. Ja, is jammer, hè? We hebben zeker een hete trainer gespot. Hij is een grote scoop voor ons. Ik weet niet precies wat scoop betekent. Een scoop is van iets met nieuws. Oh, awesome, awesome. Wie ben jij? Ik wist wel dat we iets wild zagen toen we je opmerkten. Oh, alsjeblieft, laat me uitleggen. Wij reizen overal heen en interviewen allemaal trainers. Allemaal soorten trainers. Wil je een beetje tijd aan ons geven voor een interview? Ja, natuurlijk. Dat wil je echt, bedankt. Je moet jezelf beschrijven, je gevoelens over het gevecht beschrijven. Over ons gevecht. Maar het moet kort en zoet zijn. Ga. Nou, ik vond het interview, vond ik toch wel, hoe doe je dat? Oké. Je moet woorden zoeken. Maar ik vond het toch wel, ja, toch wel action. Vond ik toch wel, Ja, die is heel droog invullen. Oh, endings. Oké, we gaan iets heel droog invullen. Dat is heel erg veel. Let's. Nog even toevoegen natuurlijk. Let's. Actions. Eat. Nee, ik wil de eat. Dat is in. Let's forget. Oh, ik heb maar één woord. Ah, mijn woord is gewoon forget. Ja, dat is de perfecte kieslee. Ja, cliché. Ik slik mijn andere woorden in. Wat een hoer. Oké. Hoer alert! Bam! Ah, wat een hoer. Je moet wel echt een hoer zijn. Ik zit vol pep. En mijn Pokémon zijn ook peppy. Oké, dan pep. Kom maar op, pepperoni. Loof flauw. Jik, hoe kun je zo flauw zijn en niet dood zijn gemaakt door andere mensen die ook flauw zijn? Een Sandshrew, dat is zo schattig. Kom maar op, Sandshrewert. Je weet wel, jij daar. Je weet tegen wie ik het heb. Ik heb het tegen jou daar. Het is super effectief. Auw! Sandshrew viel flauw. Jammer dan. Voor jou. Hé, dat rijmt soort van. Mijn Pokémon verloor zijn pepje. Nou, dat is jammer voor jou, man. Echt, het spijt me zo. Voor jouw Pokémon. Die zijn pepje verloor. Nou, hier is die Sandstone. Heb je een soort van brilding van nodig? Dat weet ik nog wel. Geen DWDA. Comments, alsjeblieft. Ik heb zin om in het gras te gaan. Toch wel. Oh my god. Oh my god, oh, ik wou alleen even. Wanneer je aan picknicken bent? Waarom? Je moet gewoon zingen. Oké. Kom op. Swing met me mee. Oké, ik swing met je mee, want ik moet zingen voor die dame. Ik zing. Het moet voor die dame. Ik zing voor die dame, ik zing voor jou. Carol, ik zing voor jou. Carol, ik zing voor jou. Carol, dat is Engels voor een liedje. Ik zing voor jou een liedje. Ik zing voor je telo. Doe een mutshot op. Gaat hij waarschijnlijk dood. Dat is kut voor hem. Niet kut voor mij, want ik zing een liedje. Oh, liedje. Het heeft geen effect op Telo. Ik ben echt een begon dat ik dat niet door had. Dus doe ik takedown, dit is een goede aanval. Niet zo goed als Watergun. Eigenlijk wel. Maar je hebt ook recoil, zie ik nu. Dat is niet cool. Dat haat ik echt. Iedereen hier heeft dikke pech. Lombre in het veld, dat vind ik nice. We gooien Rick erin, hij houdt van ijs. Mensen praten op. Mijn MSN, alweer, want ik ben vet populair. Wil je mijn MSN? Dat is dan 5 euro cent. 5 euro cent. Je gaat eraan, Lombre, je tijden zijn geteld. Niet dat ik kan tellen, maar ik heb een keer geteld. Van je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Je tijden zijn geteld, bam bam.
Dat was het liedje. Ga door, Lombre. Mkja, Lombre, you can't die. Wee. Een picnic gekarrel. Oh, dus je bent sterk. En ik had 288 $288 voor het winnen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we lekker verder met Pokémon Sapphire. We gaan lekker verder met het beklimmen van deze berg. Kijk die man daar, hij heeft een baardje. Dat is cool. Dus ik zie jullie bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire. Laat even een comment achter waar die rare bril dingen halen. En waar ik al een TM zou halen voordat ik het weer vergeten shit. En als ik iets vergeten ben, comment het meteen. Want waarschijnlijk ben ik iets belangrijks vergeten. Zie ik bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire. Vergeet de video te liken. Ik zie jullie later. Doei!